Oh, ik stap die auto in. En gelijk gaat hij. Het was zo stom. Ik loop net naar mijn auto. Ik denk, waarom doet hij het niet? Waarom gaat hij niet open? We hebben het zo druk gehad. Dat zei ik gisteren ook al. We zijn veel te weinig aan toegekomen. Het is donderdag. Dus dat weet ik het af en toe niet meer, terwijl ik het eigenlijk wel weet. Want ik weet dat Sarah de schooltas voor deze dag van de week aan het klaarmaken. Maar goed, Sarah en Mila die gaan zo naar school. Mila is er natuurlijk ook donderdag. Van meestal. Sarah de nieuwe rugzakje. Ik vind hem echt wel heel cute. Yay! En zo, een telefoon mee. Dan loop ik weer met de fiets mee, met de meiden naar school. En daarna fiets ik terug. Oh, zo, dit is echt goed. Ik heb een plaatje voor Mashinka. En dat ligt er echt al een hele tijd. En elke keer komt het niet uit of dan vergeet ik het. En toen zag ik er van de week. Het zei ik nog, help me herinneren. En gisteren, eergisteren, heel de dag aan gedacht. En nu zou ik hem bijna vergeten. Ik lees de app. En dat is echt nu dat ik hem mee ga nemen. Zo. Even kijken, vind ik hem even... Nee, hij is te groot voor mijn hoofd. Wat is dit? Ik heb hem hierbij. Zo. Dan moet hij wel goed in de tas kunnen. Zo, jas aan en naar school. Ik heb een plaatje aan Mashinka gegeven. Echt fijn. Want hij had een heel mooi plekje in de kast. Dat ik hem niet kwijt kon raken. Maar dan wordt het zo'n doorliep ook. Dat het ook leert. Dus in de supermarkt afgebroken. En ik moest eigenlijk niks... Maar ik denk, nou, dan had ik toch wel dingetjes. En nu ga ik over de nieuwe geasfalteerde weg naar huis. Oh, dit fiets te fijn. Echt geweldig. Dit, dan weet je weer waar je op je hebt zitten wachten. Ik heb overigens wel heel gezond gehaald. Want ik heb een bakken druifjes gehaald en extra kiwi gold. Het gaat altijd wel hard hier. Sarah heeft de kiwi gold ook niet ontdekt. En nog wel croissantjes. En nu even dit opruimen, thee zetten, even een sandwich eten. En dan ga ik snel naar de winkel om die lampjes te halen. Ik durfde net niet met de auto naar school te gaan. Ik denk als die weg afgezet is, dan zijn de meiden daar te laat omdat ik mijn fiets weer moet gaan switchen voor de auto. Maar de weg was wel al klaar. Ja, trouwens, we moeten de ene kant op. Ik weet niet of die de andere kant op of het daarover is. Maar ja, ik denk als ik dan ondertussen mij naar school heb gebracht en het plaatje heb gedaan en dan wat gegeten gedronken, dan moet het sowieso wel vrij zijn. Oh, ik stap die auto in en gelijk gaat die airco al licht aan. Maar het is echt koud vandaag. Het voordeel trouwens van dit weer is wel dat ik mijn mondjas weer aan kan doen. En ik hou echt van mijn mondjassen. Dat is ook echt een tik. Nu snel naar de winkel en even die lampjes halen. En ik kijk gelijk even voor... iets voor de tractatie van Sarah. Ze mogen alleen voorverpakte dingen, dus echt iets leuks maken, dat mag alweer niet. Dus ik denk dat ik gewoon iets niet te eten ga doen, maar kijken voor iets leuks. Daar heb ik het al met Sarah over gehad. De cameraman is een beetje weg. Dat is dan leuker, denk ik. Oh, en deze weg, hij rijdt zo lekker nu. Na al die weken ellende is dit wel echt mega, mega, mega fijn. Radio even zachter. Het is allemaal gelukt. Het was een stom. Ik loop net naar mijn auto. Ik denk, waarom doet hij het niet? Waarom gaat hij niet open? Maar ik sta naast een muurtje geparkeerd. Maar een muurtje verder, of in ieder geval terug eigenlijk, staat precies hetzelfde model auto. Ook naast een muurtje geparkeerd. Ik stond dus bij die auto en die auto ging dus niet open. Ja. Maar ja, het, op zich, ja, naast een muurtje, zelfde type auto, zelfde kleur. Ik ben weer thuis en ik heb lampjes met 1/14 maat kleiner. Dus deze zouden moeten passen als ik hem open krijg. Ja. En ik heb dingetjes gehad voor de tractatie. Normaal zeggen ze bij ons op school altijd doe voor de juffen hetzelfde. Maar wat ik heb gehad vind ik echt niet leuk voor de juffen. Dus daar heb ik gewoon wat lekkers voor meegenomen. Ze mogen ook de klassen nu niet rond. Hij past trouwens echt beter.
Dus dat kan dan bij de kaart in de leraarkamer. Oh, ik word gebeld. Ik denk dat dat opa is. En ik ben maar gelijk begonnen. Het nat geworden boek is droog. En ik heb nu de eerste paar boeken erop. Maar ik denk dat er nog meer op moet. Om hem goed te krijgen. Even hier uit de kast. Ik heb nog een hele stapel boeken. Oké. Het is wel het geluk dat ik heel veel boeken in huis heb. Dus ik kan er heel erg veel op leggen als ik dat wil. Maar kijk, hij blijft aan de onderkant zo staan. Dus ik ga even kijken hoe ik dat ga doen. Nou, echt met zo'n stapel boeken erop wil hij nog niet helemaal recht liggen. Maar goed, ga eerst eens kijken wat dit gaat doen. Die blijft in ieder geval voor vandaag zo liggen. Oké, heerlijk tegenlicht, maar so be it. Ik was het eten klaar voor vanavond. Boontjes doppen, of boontjes verbreken in ieder geval. En we hebben een beetje stress. Ik heb net Marco ook aardig aan de lijn gehad. Marco had natuurlijk een tijdje geleden had ik problemen met zijn wagen. Nou, die is gerepareerd, maar daardoor kon die even niet werken. Maar heel de planning is daardoor door de war geraakt. En dat is hij aan het proberen in te halen, maar echt alles zit tegen. En nu, dit weekend, is er natuurlijk dan tijd gemaakt om de tuin te doen. En we hebben ook mensen die komen helpen. Allemaal echt super top. Werkt het weer niet mee. Echt precies dit weekend is er super veel regen voorspeld. En ja, op zich, nat worden vinden die gasten meestal niet erg. Maar als je met zand moet gaan werken, met tegelen, is dat niet heel erg fijn als het heel hard regent. Of sterker nog, dan hoeft het niet eens te lukken als het echt te hard regent. Dus nu moeten we echt even het weerbericht heel goed in de gaten houden. En anders misschien morgenavond kijken om heel de tuin af te dekken. Maar ja, dan moet je met bouwlampen gaan werken. En hopen dat het niet te hard gaat waaien. En een steiger opzetten om het zelf zover aan vast te kunnen maken. Noem maar op. Dus ja, dat wordt echt wel een groot ding dan. Dus ja, we zitten best wel in de stress. En ja, we hebben heel erg zitten brainstormen en de tuin afdekken. Het is echt het beste idee waar we opkomen. Want anders weten we het helemaal niet. Maar het moet gewoon dit weekend. Daarnaast nog één weekend waarin die eigenlijk ook al dingen heeft staan. En dit weekend kunnen mensen helpen. Ze zijn dan met z'n vijven. En dat is echt nodig om het in een weekend af te krijgen. In ieder geval de tegels en het vlonder dan. Want de schutting moet ook, maar dat zal het hem sowieso niet gaan worden dit weekend. Maar het werkt echt weer allemaal lekker mee. Echt, worden we zo blij van af en toe. Het is alweer tijd om Sarah uit school te halen. En ik ben gelopen. Ik heb zo'n hekel aan fiets in de regen. Het regent best hard. Maar een paraplu van Sarah op de fiets, dat vind ik echt vervelend. Dus. En ik heb aan Sarah de paraplu gedacht. En ik denk dat we weer even dadelijk een quality time momentje er echt van gaan maken. Want we hebben het zo druk gehad. Dat zei ik gisteren ook al. We zijn veel te weinig aan toegekomen. En ik heb heel veel gedaan vandaag. Dus dat moet wel even kunnen. Marco is weer laat uit werk natuurlijk. Dus dan hebben we ook echt even tijd samen. Ja, en dan moet je nog de stapel een keer even doorhalen. Sarah en ik zijn... Oh. Ik denk, laat het extra zien. Maar ik had de onderkant saboteur duel aan het spelen. Allebei 6. En je kan daar 2 stapeltjes. Nee, om en om. Leg je altijd 1 en hier weer 1 op. Weet je hoe ik dan tel? En 1. We hebben heel leuk het spelletje gespeeld. Alleen heb ik verloren. Sarah heeft gewonnen met 1 punt. Het was 3-4. En nu is het tijd om te gaan koken. En ik ga lekker roti maken voor ons. Het is zo grappig. Eerst hoef ik dat echt niet te maken. Want het drama met Sarah, dat is het niet lust, hè? En nu is het de lievelingsgerecht. En wil ze het 5 keer in de week eten het liefst. Alleen vinden wij dat iets te veel. Maar goed. Ik maak het vandaag geen keer. Dat komt alweer. 1 pit die wil nooit goed aan. En gelijk even de vaatwasser leegruimen. Ik heb vandaag zoveel te doen gehad. En dan doe ik altijd de vaatwasser pas als ik kook. Want die kan ik dan heel mooi tussendoor doen. Je hebt altijd zo'n momentje stop met koken dat je niks aan het doen bent. Dat je even moet wachten tot de olie heet is of wat dan ook. Dus op dat soort dagen doe ik
altijd zo, maar dat heb ik volgens mij echt al 10.000 keer verteld. Maar goed, zo kan je wel heel veel op een dag doen. Dus ik vind dat altijd zeer prettig. Wij hebben lekker rotti. Ah, oh, hier heb ik zo'n trek in. En, is het lekker? Ik heb eigenlijk heel de avond, nadat ik Sarah naar bed heb gebracht, met Denise zitten bellen en videobellen en alles. Oh, en trouwens, ik heb 2 Denises, dus deze Denise wil nooit in beeld. Maar is wel mijn vriendin. En het is nu al wat later. Marco zal ook wel zo thuiskomen. Oh, helemaal moe. Ik heb ondertussen wel een beetje zitten editen. Want of zij was even weg, of weet je, om en om dat je toch even wat moet doen. Dus ik ben al wel heel ver daarmee. Maar het is al 10:30 ondertussen. Oh, ik heb honger. Oh. Ik heb er net, tijdens het koken, ging ik al Sarah de bakje maken en ik ging druifjes voor haar doen. En toen dacht ik, laat ik dan vast een bakje voor mezelf klaarzetten. Want ik ben er nu toch mee bezig, dus die ga ik even pakken. Dit moet ik echt vaker doen. Nu heb ik ze gewoon zo gepakt af en heel koud. Zo, en ik heb het al koud. Ik heb ook echt de trui aangetrokken. En toen ik Sarah naar bed ging brengen. Zij was aan het douchen en zo. En ik had zo koud. Dat echt zodra die zon wegtrekt, dan is het helemaal niks meer. Dus het wordt weer truiseizoen. Dat vind ik wel echt jammer. Ik vind die jassen leuk nu. Maar de trui, ja, op zich trui zijn wel leuk. Maar ik weet niet, ik hou wel heel erg van zomerkleding, zeg maar. En het is laat. Niet te laat, maar ik hoopte vandaag gewoon een uur eerder op bed te liggen. Dat was echt een idee in mijn hoofd. Maar ja, misschien moet ik dat soort ideeën gewoon niet eens meer hebben. Gaat het me toch nooit worden. En ik heb een lampje nu hier achter me staan. Het is ook een beetje tegenlicht als die aanstaat, maar zo is het perfect. Hij blijft daar ook niet staan, maar voor nu even wel. Omdat natuurlijk de rest nog niet gedaan is zoals ik wil. Maar goed, ik ga wel mijn bed nu in. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!